Ik ben onderweg naar Mount, naar het bedrijf van Maarten. En hij gaat me alles vertellen deze keer over datacentra. Hoeveel hebben we er? Hoeveel ontwikkelt zich? Wat is met businessmodel aan de hand? Wie zijn nou eigenlijk de leidende posities? En wat doen wij er nou eigenlijk mee? En zijn er ook nog ontwikkelingen rondom de techniek? Hij weet altijd alles wat er zacht zoemend achter het behang gebeurt. Interessant. Maarten, vandaag wil ik alles weten van de datacentra. Van de echt, die waren overal, maar wat zijn nu de grootste trend op dat gebied? Nou, de grootste trend is eigenlijk dat je ziet wereldwijd dat er steeds meer grote datacenters komen, ook steeds grotere datacenter-eigenaren komen. Dus voorheen had je het veel meer versnipperd. Mm-hmm. En nu zie je steeds vaker dat ze allemaal opgegeten worden en dat er steeds minder datacenter-eigenaren overblijven. Centralisatie aan alle kanten. Ja, het consolideert de complete markt. Okay. En kunnen ze daar dan ook slimmer worden of minder energie gebruiken? Of wat drijft dat? Nou ja, in de basis is een datacenter uiteindelijk een verzameling van verschillende computerruimtes. Bestaat uit een hele hoop koeling, een hele hoop stroom om al die servers te voeden en een hoop connectiviteit. En echt slimmer maken door al die acquisities van al die verschillende datacenters, dat gaat het niet worden. Ik denk dat het gewoon een stukje overleven is voor de meeste partijen. De concurrentiepositie versterken. Verder zie ik daar weinig efficiënties achter zitten. Oké, dus als je gewoon een datacenter maakt wat 10 keer zo groot is en 10 keer zoveel energie gebruikt. Dus niet dat je daardoor veel betere koelingstechnieken kunt gebruiken. Of die warmte kunt gebruiken om een boerenbedrijf te verhitten of zo. Ja, nou als je het dus allemaal wel combineert op één locatie, dan heb je wel efficiëntie. Ja, ja. Maar als je zegt, oké, ze liggen kilometers uit elkaar, dan zie ik op dat technisch vlak zie ik daar geen efficiëntie. Nee, maar wat je dus ziet, je ziet ook echt centralisatie op een fysieke plek en daar wordt alles geoptimaliseerd. Ja, ze worden wel steeds groter en daardoor kun je natuurlijk met je koeling en je power steeds meer efficiëntie behalen. Ja. En je ziet dat er steeds meer grotere klanten bijvoorbeeld één groot datacenter laten bouwen door zo'n partij. Mm-hmm. En daardoor ook weer veel meer efficiëntie behalen. Datacenters, hoeveel hebben we ervan in Nederland? Van die colocation datacenters ruim 200 inmiddels. Okay. En die colocations waar ik dus bijvoorbeeld zo'n kast kan huren, zeg maar met elektriciteit en met snel internet, en dan betaal ik tussen de 400 en 1200 euro voor zo'n kast. Ja, klopt. Daar heb je er 200 van in Nederland. Ja. En waar zitten ze vooral? Ze zitten voornamelijk allemaal in Amsterdam en omgeving. Ja. Waarom daar? Nou, van oorsprong daar komen de eerste internetverbindingen binnen. Ja. En ooit, tientallen jaren geleden, hebben wij in Europa een eerste internetverbinding tussen Nederland en Zwitserland op mogen leggen. Of aan mogen leggen. Ja. En sindsdien zijn er gewoon heel veel operators en heel veel breedbandleveranciers zijn uiteindelijk naar Amsterdam gekomen om een verbinding te maken. Ja, want je wil eigenlijk gewoon, enerzijds wil je op internet, maar je wil eigenlijk gewoon met die leverancier. Je wil direct op Verizon of direct daar. Ja. En die komen in Amsterdam bij die internet. Ja. Exchange komen die bij elkaar. Precies, inmiddels natuurlijk op veel meer plekken over heel de wereld, maar van oorsprong zijn er gewoon heel veel in Amsterdam gecentraliseerd. En tot een paar jaar geleden was Amsterdam ook nummer 1 knooppunt van de wereld. En inmiddels is dat wel een beetje verdeeld. Volgens mij is het nu nummer 2 of nummer 3. Maar we zijn nog steeds wel het centrale punt in de wereld als het om internet gaat. Het noorden doet ook enorm zijn best. Hè? Ja. Daar zit volgens mij ook Google met zijn grote platform. Komt ook heel veel glasvezel binnen. Is dat de up-and-coming? Ja, nou ja, goed. Google is op dit moment bezig, net zoals Microsoft, om over de hele wereld allerlei duplicaten van zijn datacenters te bouwen. Om ervoor te zorgen dat zij hun applicaties, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 365, overal zo dicht mogelijk bij de klant kunnen leveren. En die zijn er gewoon maar een aantal. Hè. Dat zijn gewoon de grote bedrijven. En die kunnen ook zijn, waar de energie is en waar de koeling is en dat soort dingen. Die hoeven niet gewoon met iedereen te interacteren meteen. Nee, die interacteren met name met zichzelf, maar natuurlijk ook al met de internet exchanges. Hè. Dus uiteindelijk de knooppunten waar uiteindelijk weer iedereen op zit. Ja. En het is belangrijk dat zij dus wel op een plek zitten waarbij ze dus die verbinding kunnen maken naar zo'n internetknooppunt. Okay. Is er een trend dat die kosten van die datacenters nog enorm naar beneden gaat? Of dat ze vergroenen of dat ze op een andere manier veranderen? Nou, de grootste verandering zie ik is dat er een probleem begint te ontstaan met de stroomtoevoer. Zo'n datacenter voor je beeldvorming verbruikt een makkelijk te zaakjes een 10 megawatt aan vermogen. Dus gigantisch veel stroom. En die stroom wordt eigenlijk verdeeld over het aantal racks. Dus ieder rack heeft een bepaalde hoeveelheid maximale stroom beschikbaar. En op het moment dat die op is, dan kun je daar niet extra bij stoppen, want zo'n datacenter heeft ook maar een maximum. Dus zo zie je wel steeds vaker dat eigenlijk de stroom opraakt in het datacenter. Dat kan er letterlijk voor zorgen dat er dus hele zalen in zo'n datacenter leeg staan, omdat de stroom gewoon op is. En dan zie je dus dat de datacenters zich zouden moeten gaan verplaatsen. Dus op een gegeven moment in Amsterdam en omgeving, daar kunnen nog zeker nieuwe bij komen. Maar dat is wellicht dus een van de hoofdredenen waarom bijvoorbeeld een Google op een hele andere plek of een Microsoft gaat zitten, die een compleet datacenter voor zichzelf maakt. Ja. Dus
Dat is een grote trend. Oké. Ja. Als je dan kijkt naar de passieve infrastructuur die jij levert, zeg maar, wat is daar het belangrijkste met dat soort centra? Het belangrijkste daar is de densiteit. Je ziet dat dus de apparatuur, dus ook stroomtechnisch, de apparatuur wordt steeds kleiner. Het consumeert steeds meer stroom per bepaald oppervlak, waardoor er eigenlijk steeds meer in zo'n serverkast geplaatst kan worden. Mm-hmm. Maar die kast bijvoorbeeld maar 5 kilowatt aan vermogen kan leveren, dus op een gegeven moment dan is het op. Maar zie je dus tegelijkertijd dat de aansluitingen van die glasvezels, die zitten op een steeds kleiner oppervlak. En dat is ook belangrijk, omdat die apparatuur kleiner wordt, moet dat ook kleiner. Maar dat moet allemaal nog wel aangesloten kunnen worden. En al die kabeltjes moeten ook nog wel netjes, ja, zonder dat het één bonk met spaghetti wordt, goed aangesloten kunnen worden. Ja, dat is natuurlijk, glasvezel is wat dat betreft überhaupt gewoon heel erg handig, dat het heel klein is. Ja. Maar zelfs die kleine aan de uiteinden wordt het ook steeds kleiner en qua miniatuur en ook makkelijker aan te sluiten. Ja, nou op een gegeven moment het echte koppervlak, dus de connector, die is dusdanig klein en dat kan ook niet heel veel kleiner meer. Hè. De vezel zelf, ja, die is nog dunner dan een mensenhaar. Mm-hmm. En dan zit daarin een kern. En door die kern, en voor je beeldvorming, die is een 9 miljoenste meter. Dus dat is echt, dat is 9 tot de macht min 6. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren van wiskunde, maar dat is dus echt heel erg klein. En daar gaat dat licht doorheen. En dat moet perfect tegenover elkaar uitgericht worden. En hoe dicht moeten die bij elkaar zijn? Hoeveel mag het verschillen van elkaar? Nou, dat mag eigenlijk amper verschillen met elkaar. Dus het is heel belangrijk dat dus die connectoren, als die tegenover elkaar worden gezet. En dat maar miljoenste meter, duizendste millimeter. Dat is toch echt gewoon van. Dus dat kan allemaal dankzij die plasticjes die gewoon tegenover elkaar zitten. Nou ja, dat is de omhulsels zijn wel plastic. Maar plastic heeft natuurlijk een hele grote tolerantie. Dus daar krijg je dat eigenlijk niet goed uitgericht. Ja. Dus de vezels zelf zitten verlijmd in een stukje keramiek. Dat noemen wij de ferule. En dat stukje keramiek, dat is bijna net zo sterk als diamant. Dat krijg je eigenlijk niet van elkaar af. Dus als je dat goed tegen elkaar uitlijnt, dat doe je dan door middel van een koppelstuk, waar ook een stuk keramiek in zit. En het is allemaal heel klein natuurlijk. Maar als dat echt goed tegen elkaar uitgericht zit, dan heb je een nagenoeg perfecte verbinding. Kosten van alle glasvezelkabeltjes en aansluitingen en dat soort dingen, hoe ontwikkelt zich dat? Ja, dat moet eigenlijk in de basis, dat moet iedere keer weer goedkoper worden. Ja. Je ziet dat de wereld alleen maar meer en meer glasvezel afneemt. Daardoor drukt dat ook de prijs. En zoals alles goedkoper moet worden, moeten uiteindelijk alle glasvezelmaterialen ook. Ja, maar hebben we dan over 2% per jaar of 3% per jaar? Of zoals accu's, zeg maar, nu 15% per jaar? Of zoals je met chips, zeg maar, in anderhalf jaar verdubbeling van de capaciteit ziet? Welke orde van grootte zit dat? Ja, dat is enkele procenten. Dat is in principe maar heel erg laag. Want dat heeft er wel mee te maken. In de ene markt zie je dus bijvoorbeeld in Fiber to the Home, daar zie je heel veel druk, daar zie je heel veel vraag komen. Dus dan zie je ook wel dat die prijs nu al even stabiliseert, maar uiteindelijk ook alweer onder druk komt te staan. Maar bijvoorbeeld voor mobiel, waarbij je dus met hele specialistische nieuwe oplossingen komt, daar mag het weer wat meer kosten. Dus het is een beetje afhankelijk in welke fase je van de markt zit. Ja, op het moment dat gewoon een product duidelijk is en dat het gaat om grote aantallen, dan gaat de prijs omlaag. En als het vernieuwing is, en zoals inderdaad met 5G, met verdubbeling van het aantal antennes, dan een hele andere dynamiek. Klopt, zeker. En wanneer je dus ook dicht bij de consument komt, dan zie je ook dat dus onze klanten, en eigenlijk de klanten van onze klanten, dat ben ik dan zelf en jij als gebruiker, wij willen gewoon ook steeds minder betalen voor ons internet. De televisie. Dus ja, dat gaat in de hele keten gaat dat door. Dus uiteindelijk moeten die materialen op alle fronten omlaag qua prijs. Ja, zo'n mount zit helemaal achter de schermen, maar die ziet wel wat er gebeurt. Als je kijkt, die 200 datacentra in Nederland die 2% van de elektriciteit gebruiken, maar nog enorm aan het groeien zijn. Wat voor veranderingen daar nou eigenlijk belangrijk zijn? Dat zijn de fabrieken die wij eigenlijk nodig hebben. En daar is zoveel aan het veranderen. En wie daar nou de winnaars van worden, dat kun je gewoon hier zien bij dit bedrijf. Super interessant.